Hallo, hier met de boze oma. Ik eis nu 1000 likes, anders kom ik een slappe koek achter je aan. Een vervelende mens, jongen. Altijd maar gestrest. Ze doen onderzoek voor niks. echt domme mensen gewoon. Echt. En dat figuur, die oma, die is zo erg. Vervelende mensen ook, jongen. Alleen ik weet de echte waarheid. Hey Gerrit. Ja, wat is er? Waar heb je het over de hele tijd? Ja, vertel. Ja, is een beetje rein. Het gaat over mijn andere oma. Je andere oma? Ik heb er twee. Want ja, maar ik vind het wel heel gek dat iedere keer ze even allemaal zielig doen, bla bla bla. Politie doet toch niks. Terwijl wat precies allemaal letterlijk gebeurt. Ja, maar bij mijn andere oma, daar is ook een beetje met politie aan de hand. Oké, lastig. Pa, wat denken ze? Zullen we moeten geloven of niet? Ja, nou, ik vind het ook wel een lastige situatie. Ja. Hey, Gerrit, ga nu gewoon even de waarheid spreken. Want het is mijn eigen moeder. En je weet hoeveel zorg ik over mijn eigen moeder heb. Ja, maar zoals ik al zeg, het gaat over mijn eigen oma. Over de ander, niet over jou. Oké, wat zullen we doen? Een paar voordelen van de twijfel mag even? Laat hem anders maar. Ja, we gaan. Dat is niet zo, maar... Ook niet. Nou, dan gaan we... Nou, Gerrit, fijn houden dan. Mijn god, ik vertrouw het gewoon niet, hè? Want ik vind het wel heel toevallig, dit. Alsof het toevallig ineens is met zijn oma, want ik vond het straks ook al heel harteloos. Ja, maar kijk, het is nu gebeurd met mijn moeder. Ja. En praat hij zo negatief. Ja, zou hij er iets mee te maken hebben met zijn eigen oma en zo? Ik denk dat hij er iets mee te maken heeft. Ik denk dat hij, ik weet, een klein kind, maar grote mond. Ik denk dat hij het verbergt. Ja, ik moet daar eens even achterkomen. Ik denk dat ik hem een van deze tijden heb gestalken. Laten we naar huis gaan. Ja, nou ja, want ik moet ook weer van het werk, Delano. Dus ik kan niet echt bezig zijn met stalken. Dat doe ik dan wel, dus ik denk dat is mijn werk. Maar, dan is jouw werk dan even. Ja, is goed. Moet je me even op oog houden via WhatsApp, dan kom ik gelijk je kant op. Ja. Nou, we hebben de motor weer te pakken. Ik zie je weer straks. En ja, ik neem de brief trouwens even mee, want misschien wel handig. Dus ik pak even de brief uit de auto. Zo. Nou, oma's auto blijft wel even chillen en wij gaan weer even naar beneden, denk ik. Ja, nou, weer even zo naar huis, want ik ben ook al door mijn baas gebeld. Oh ja. Die vroeg ook al waar ik bleef, dus... Dat begrijp ik wel, ja. Wow. Pas je wel op de Lamo. Ja, je moet er wel op je werk komen, meneer. Goed. Zullen we hier? Kom helemaal naar huis toe. Mijn auto staat hier ergens, volgens mij. Nou ja, jij staat dan aan de achterkant, denk ik. Maar ja, ik denk even oma's huis even een beetje bewaken, man. Ja, toch even kleine controle doen of niks is gestolen, even kijken. Ja, is goed. Nou, ik zou zeggen, ga lekker slapen. Oh, de Lano? Ja? Dit klopt niet. Wat klopt niet? Er ligt hier een briefje. Oh, wat staat erop? Er staat, ik kan niet goed lezen. Pak even je leesbril. Even kijken hoor. Wat? Wat staat er? Wat? Nee, maar dit kan niet. Lees op, wat staat er? Dit kan niet. Hier, huh? Ja, lees jij het maar voor. Dit kan niet. Oké, laat even oplezen. Haha, gefopt. What the fuck is dat voor brief? Hè? Haha, gefopt? Je zit Gerrit 100% achter de Lano. Ik weet het zeker. Ik weet het ook zeker. Maar goed, want oma is hier niet geweest. Nee, oma, ik ben echt moe, man. Jij niet? Ja, ik ook. Weet je, ik ga mezelf in bed slapen van mijn oma. Sorry hoor, maar dan... Ja, ik morgen even aan het werk. Ik hou mijn telefoon even bij. Ik heb even kamer opgehangen. Mocht er iemand binnenkomen, dan gaat er een pieper af. Ja, nou, mijn wekker gaat sowieso om 4 uur s'nachts. Ja. Dus jou zie ik niet meer in de ochtend. Dus, ja, maar maakt niet uit. Ik heb zo'n laserkamer opgehangen. Komt er iemand door de ramen heen gelopen, gaat er een pieper af. Ja. Oké, maar ik zou zeggen, slaap lekker, Delano. Succes morgen. Ja, dankjewel. Jij ook. Laat rusten. Dankjewel. Zo, lekker slapen. Mensen, tot morgen. Oh, goedemorgen. En wat? Ik lig onder bed? Oh, dat is niet handig. Ik ben even mijn bed gerold blijven staan. In één keer lig ik eronder. Nou, in ieder geval, de pieper gaat af. Wat? Huh? Is papa nog te slapen of niet? Even kijken. Pa, en? Wat is papa? Oh, yo. Hij zweeft. Dat ken je niet. Oké, waarom zweeft hij trouwens? Geen idee, maar hij ligt lekker nog te slapen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Laat ik even naar beneden gaan, want ik hoor de pieper afgaan. Dat we rustig doen. Ik kon niet goed zien wat het was. Toen ik op de camera keek net iets te laat. Het was jou al weg. Nou, waar zal hij zijn? Ik zit nou te kijken en... Wat is dit voor geluid? Huh? Wie is dat? Ach, ik kom van de kelder vandaan. Wat? Ik moet snel zijn met mijn plan, anders... Wat? Plan? Even kijken. Wat voor plan? Oha, hij is bezig met een plan. Hij weet waar oma is. Kan niet anders. Hij zit in de kelder. Hij is bezig. Snel weg. Dat mag me niet zien. Mijn laatste woordjes hoor. Die gaat eraan, die oma. Wat? Hemelzucht. Hij weet waar oma is. Ik moet... hij gaat zo slapen, denk ik. En ik ga hem vroeger wekken zetten. Ik ga hem denk ik opwachten. Ja, normaal sta ik nooit zo vroeg op, maar ja. Hallo? Kom. Ja, ik ben bezig. Kom, hij is een beller. Ja, maar ik mag niet te hard praten. Wat? Ja, ik kom eraan. Ik weet het. Mijn leven staat op het spel. Ja, oké. Joe, tot zo. Oké, dat is heel duidelijk. Sukkel.
Oké, ik ben weer weg van Gerrit. Wat zult hem? Ik ga snel naar bed toe. Oh, hij is iets van plan met oma, hè? Ik had al zoiets dom, maar ik moet wel een beetje oppassen. Dus ik doe mijn kamer op slot, want ik vertrouw er niet. Ik ben bang dat hij mij straks ook kan vergiftigen anders. Nou, mensen, ik ga weer terug liggen. Wel trusten. Zo, poink. Oh, goedemorgen allemaal. Goh, het is weer een mooie dag. Ik ga eens even kijken, hoor. We horen nu een kogel toeter. Wat? Gerrit gaat er vandoor. Snap. Nee. En papa is natuurlijk weer verdomme mijn auto, want die moet weer werken. Oh, waar gaat hij naartoe? Ik moet hem achtervolgen. Hoe ga ik dat beste doen? Waar kan Gerrit überhaupt naartoe gaan? Hij kan naar een paar plekken, dat weet ik wel. Maar ja, hoe moet ik dat weten? Heeft hij ergens een briefje achtergelaten? Even kijken, hoor. Misschien een briefbus. Want ja, meestal krijgt u dingen per post binnen. Omdat ja, via gsm dan kan de overheid dat traceren. Dat is niet handig. Ah, ligt een briefje op tafel. Oké. Kom naar het vliegveld, staat erop. Oké, hij is naar het vliegveld dat gaan, hè. Oké. Zie je wel, die sukkel heeft het papiertje helemaal niet weggegooid. Hij is echt dom. Hij is echt oelie dom gewoon. Nou, in ieder geval, dat komt mooi uit. Dan gaan we gelijk naar het vliegveld toe. En even kijken wat Gerrit allemaal van plan is. Ik zweer het je met oma. Want oma is altijd vermist. En ja, ik ben wel echt zwaar in shock, man. Eerlijk. Oh my god. En ja, oké, die motor staat nog wel. Ik dacht dat papa met de motor. Wacht, pak gewoon even die motor weer, toch? Waarom niet? Ben ik nou echt zo'n oen? Ik dacht dat papa met mijn motor was, maar die... Nee, blijkbaar niet. Nou, dan ga ik even wisselen. Zo, kijk, doet hij toch? Ja, dat gaat veel sneller dan wat dan ook. Gerrit is ook maar met de scooter weg, hè, dus dat scheelt alweer. My god, ik vind het echt spannend worden. Nu is het tijd om te confronteren. Gerrit, je bent nu echt gewoon van mij, ik zweer het je. Oké, let's go. Wow, oh. Zo, let's go. Oké, ik jump en we zitten op de snelweg. Nou mensen, weet je wat? Het gaat al een hele eeuw duren, dus ik zie jullie weer terug bij het vliegveld. Oké, dames en heren, ik kom aangereden op het vliegveld en... Ja, ik ben heel benieuwd eigenlijk, man. Oh my god. Dus hier ergens moet het zijn, hè? Oké, even kijken. En daar staat een auto. Wat? Wie zit in die auto? Wat? Is dat hij? Wat? Oké, waar gaat hij naartoe? Hij gaat naar boven. Oeh, hij mag me natuurlijk niet zien. Ik kan hem even stoppen. Ik wist niet dat hij auto kan rijden, die gast. Blijkbaar kan hij dat wel. En hier is een bus. Oh, deze bus is helemaal kapot. Dat zie ik wel. Niet echt een bus waar ik in zou kunnen wonen. Zo. Oké, hij zit in die toren. Ik ga eens even naar boven toe. En ik weet niet wat zo'n shower zijn, maar ja, dat dus. Oké, we zijn eens even in de toren aan het kunnen nu. En even kijken hoor. Oh ja, daar is hij. Ik zie ze al daar zitten. Oké. Ja, maar ik heb alles al klaar. Oké, nou, dat is helemaal goed. Hoezo? Ja, we gaan oma toch vergiftigen? Ja, oké, dat klopt. En je moet even met Poeier over spreken waar we naartoe gaan, want ik weet de locatie niet uit mijn hoofd. Ja, maar dat is toch Human Labs, toch? Dat is jullie object. Ik moet even daar kijken. Kijk even, vraag de verzekeraar daar aan Poe, want ja, ik heb er niet heel veel meegegeven. Poe, hij doet een beetje geheimzinnig tegen mij. Oké, zal ik even contact zoeken met Poe? Ja, hij is beneden namelijk. Hij is beneden in de blikken gebouw, zeg maar. Oké, ik loop even naar hem toe. Oké, helemaal goed. Oké, dank je. Top. Wat een sukkel. Hij is echt blind. Hij springt weer naar beneden. Hij is gek. Oké, we gaan hier kijken. Oeh. Ja, ben hier. Hey, ik heb knorrig heb ik net gesproken over het vergiftigen van oma. Ja, en ik heb een locatie voor je, maar echt, hou je mondje nog, hè. Ja, maar dat is toch iets Human Labs of zo, toch? Ja, precies. Luister, deze oma is belangrijk. Hier kunnen we veel geld vervangen. Ja, nee, dat snap ik heel goed. Maar alleen maar wel alleen een klein probleempje. Ja. Die Danano en die vader van hem, die hebben al een beetje door dat ik hier achter zit. Ja, maar kijk hoe je ook zo gedraagt. Laten we eerlijk zijn, je moet je meer vermommen, je moet gewoon meer medelijden tonen, dan heb je het niks door. Oké, dus een beetje meespelen, meer medelijden hebben. Juist, maar ik denk dat ik daar nou weer te laat ben, want Danny is echt een hele slimme gast, en die vader ook. Zeg je domme mensen, die komen overal achter. Ik verzin wel wat, komt goed. Oké, weet je het zeker, want ik heb ook al vaak dingen met Danny meegemaakt, en hij komt echt achter alles. Achter elk dingetje komt hij achter. Nou, geloof mij, achter mij komt hij niks. Vertrouw me. Nou, ja. Ik ga snel naar het lab. Is goed. Dan even dat drankje even veilig zinnen. Oké, doei. Oké, dus hij gaat naar het lab toe. Wat? Oké, ik ga hem denk ik even achtervolgen moeten, want hij gaat die auto pakken. Oké, hij mag me niet zien. Ik weet waar het lab is, dus ik hoef niet echt door te rijden. Maar hij gaat er nu naartoe. Toppie. We kunnen gelijk naar het lab gaan of we moeten misschien een voorbereiding doen. Want eerlijk, het lab is voor mij heel sterk beveiligd. Ik weet dat hij alle risico's van dient, maar ja, dat dus. Dus weet je wat, ik denk dat we naar het lab gaan. En daar zien we wel weer. Dus mensen, we gaan er nu naartoe. Nou, we zijn dus bijna aangekomen daar weer. En trucks 20. Oké, trucks moet maar 20 km per uur. En hier moeten we zijn bij de Human Lab. Oké. Ik vind het allemaal een beetje verdacht hier. Maar ja, het is sowieso een hele verdachte situatie. En ik zie er een auto staan. Is dat is zijn auto, hè? God, dat kind kan ook niet rijden. Hey. Stop het voertuig. Ja. Stop het voertuig. Yes. Dankjewel. Afvraag wat hier aan het doen bent, want dit is te strengst verboden voor onbevoegden. Oké, dat kan ik wel enigszins begrijpen, maar luister goed. Ik nam Gerrit, hè? Ken jij die toevallig hier? Nee, ik ken geen Gerrit. Nou, er is blijkbaar een operatie in de gang om mijn opa te vermoorden hier. En niet zomaar op een normale manier, maar op een brute wijze. Oké, dus? Dus ja, ik wou toch wel even weten wat hier nou precies aan de hand is. En kijken wat er aan de gang is. Nou, ben je denk ik op de verkeerde adres, want ik ben hier verder niet over geïnformeerd. Dus ik verzoek je vriendelijk het voertuig om te keren en je wacht verder te vervolgen. Via deze salbom, alsjeblieft.
Ja, nee, is goed. Ben er nog niet. Hetzelfde. Ah, shit, man. Maar ik heb wel een idee, hè? Want kijk, ik heb hier de navigatie, zoals jullie kunnen zien. Er is namelijk een manier dat ik met de duikboot hier naar binnen kan. Wat als ik dat nou doe? Ik kan gewoon de duikboot pakken. Maar hoe ga ik daar komen, in godsnaam, überhaupt? Ik moet eerst even naar de haven toe. Ah, dan kan wel via de haven daar zo. En dan kan ik zo met de duikboot daar naartoe. Ja, dat gaan we doen. Dus we gaan even over de bergen. Dat gaat sneller. Gelukkig zit een sterke motor. En dan pakken we even een boot. En dan gaan we zo met de duikboot verder. Want ik weet dat er namelijk een manier is. Jongen, gek, waar was je mee bezig? Huh? Ik weet niet wie die gast is, maar die vraagt waar ik mee bezig was. Oh my god. Maar goed, weet je, hij komt er wel achter. Oef. Dat ging niet heel goed. Maar mensen, ik ga naar de haven toe. Nou mensen, we zijn dus bijna aangekomen bij de haven. En oh my god. Ja, ze zijn een operatie aan het uitvoeren. Ik kan niet anders. Ze proberen oma gewoon te vermoorden. Oude gek. Maar ja, hey, dat kind is gewoon super dom. Hij verraadt zichzelf gewoon, hè. Ja, kijk, het kwaad is al geschiet. Maar oké, okay. Even kijken hoor. Oké, okay, dus daar is de boot. En ik denk dat ik even die boot ga pakken hier zo. Dus ja, we moeten daar naartoe. Oké, okay, kan er nu naartoe. Let's go, let's go, let's go. Oké. Daar is die boot. En ik denk dat het hoogst tijd is om lekker te varen. Ja. Oei, shit. Oef, in het water gevallen. Oh, komt iemand... Milano! Ja! Stop! Oh, stop. Wat is er? Stop. Ja? Hoi, jij had van mij een berichtje net ontvangen. Ja, klopt. Hoi. Nou, zal ik me heel voorstellen? Ja, ik denk dat het handig idee is. Ik ben ook in het witte water gesprongen. Ja, maakt in ieder geval niet uit, dat is mijn werk. Nee. ik ben Alex, ik ben undercover agent. Ja? Toen ik ook... Ja, ik zag jou daar bij Human Lab, zag ik jou staan. Ja, klopt. Wat was je plan? Nou kijk, het gaat namelijk over zo. Gerrit en Gerrit is zeg maar een klein kind. Een grote afleider, zeg maar. Die is zeg maar met een hele operatieteam lab iets aan het regelen. Zo met Poe en Knorretje. En die wil dus oma vermoorden. Mijn eigen oma. Oma is altijd vermist. Ik heb een aangifte gedaan. Maar ja, de politieagenten zijn niet tot zover geïnformeerd. En zult niet snel geloven, omdat het best wel een heftige klus is. Ja. Wacht even hoor, ik schrijf het heel veel op, dus de naam is Gerrit. Nee, mijn naam is Delano, het gaat over Gerrit. Oh ja, jouw naam is Delano en het gaat over Gerrit. En wat zijn zijn kenmerken? Het is eigenlijk gewoon een klein kind, een heel vervelend stemmetje. Doet alsof hij heel lief is, maar eigenlijk is hij gewoon heel gemeen. Klein stemmetje. Ja, opgeschreven. En die wil jouw oma vermoorden? Ja, dat is wel zijn plan. Oké, okay, dat is wel een hele grote opdracht op dit moment. Hey, maar ik wil je waarschuwen, bij Human Lab, het is echt heel streng beveiligd. Het gaat echt zijn leven kosten. Ik weet het. Maar ik zou je heel graag willen helpen om je oma te bevrijden. Ja. Dus hier heb je mijn nummer, heb je een visitekaartje. Mocht je hulp nodig hebben, kan je me altijd bellen. Ja? Oké. En dan gaan we even in gesprek met elkaar. Maar alsjeblieft, wees voorzichtig. Ja, is goed. Oké, okay, nou ik heb nog ander werk te doen. Ik wens je nog een fijne dag. Ja, is goed. Oké. Jojo. Oké, dus ik ga naartoe en ik ga via de sluiproute naar binnen. Zo, Spiebo, doet hij het? Ja hoor, helemaal top. Oké, even goed snel kijken de map. Het is hier zo, als het goed is ergens. Ik kom even via de onderkant naar binnen, want ik ben wel op de hoogte. Kijk, en over een rots, ik moet een beetje voorzichtig zijn met varen. Maar ja, ik denk dat het gewoon verderop is. Ik denk dat het gewoon naar binnen moet. Dat is wel het beste. Het is niet al te best weer. Het is gewoon echt grauw, dus ik moet heel voorzichtig zijn. Niet omdat het grauw is, maar gewoon, ja, andere reden. Kijk, daar is Human Lab. En even kijken, waar was het ook alweer? Er was ergens een moment dat je gewoon via een bepaalde ingang naar binnen komt. Zo, klots, klots, klots. Dat gaat niet heel goed. Kom maar daar iets verderop, hè? Oké, hier was het ergens. Ik weet dat hij er is. Dat is een soort riolering, zeg maar, of zo. Ik weet niet. Echt, het gaat echt stinken. Maar mensen, ik moet mijn adem inhouden. Ik ga gewoon naar binnen toe. En waar gaan we dan? Zwemmen. Oké, let's go, let's go, let's go, let's go. Yes. Oké, ik heb een mes bij. Oh, ik moet mijn adem even proberen. Ik hoop dat ik ga redden. Maar gelukkig kunnen we zwemmen. En zijn we niet helemaal dom. Oké, waar is het ook alweer? Waar is het gat? Oh, hier. Oké, mooi. Oké, dus via hier kunnen we naar binnen. Ah, gelukkig. De ding is open, de deur. Nou, oké, gauw zwemmen. Oké. Hoe lang gaat het dan niet duren dat we eigenlijk binnen zijn? Ik zweer het. Human Lab, altijd leuk en aardig en zo, maar is toch wat een stukje zwemmen, hè? Oké, naar rechts. Yes. Yes, sir. Oké, ik begin wel echt zwaar te verduren. Oh, ik kan niet lang meer zonder adem. Ik hoop dat we er echt bijna zijn. Oh my god. Nog even doorzwemmen. Oh, ik mag geen water in slikken. Voor mij zijn we er bijna. Ja, ik herken het hier zo. Oké, dat is het einde. Het einde is aan zich. Top. Oh, ik moet snel naar boven zwemmen. Oh, ik trek het niet meer. Oh, ik begin bijna mijn water in te slikken. Oh, bijna, alsjeblieft. Oh yes, bijna. Oké, kom op. Man, waarom is het zo diep? Eindelijk. Oké, ik ga er heel snel uit. Oh, ik moet heel voorzichtig zijn hier. Oké, ik hoop dat er niemand staat. Dus ik denk dat we gewoon even voorzichtig operatie moeten doen. Oh, laten we even heel snel hier naar binnen gaan. En oké, voorzichtig. Oh, daar is al iemand. Shh. Oké, ik moet heel voorzichtig zijn hier. Oké, hij is aan het kijken hier. Ik ben gelukkig nu verstopt. Nu doen. We gaan de meterkast checken. Oké, helemaal niet zien. Snel. Oh, ga door. Oké, door. Oké, daar is het einde van de gang is een lift. Oh shit, ik hoop dat hij de meterkast snel gaat checken alleen. Ik moet even achter hem aanzetten. Ik zit nu achter hem aan. Oké, hij gaat nu de meterkast al checken voor mij, het einde. Oeh, we hebben bijna gezien. Oké, hij gaat weer terug. Oké, go naar boven toe. Oké, mooi. Neem zijn we mooi af. Oké, nu zijn we... Oké, kom maar aan op het lamp. Oké. Hier moeten we heel voorzichtig zijn, want ik denk dat er verder op mensen zijn. Oké, mensen, ik ben dus nu bij het lab. En oké, dan gaan we even door naar de volgende. Oké. Oh, je staat met twee mensen van de SWAT. Oké. Shhh.
En shit, ik word gebeld. Oh my god, telefoon gaat af. Dit moet ik even opnemen hoor. Yo! Lano, wat had ik nou tegen je gezegd? Ja, ik ben binnen. Ga zo snel mogelijk weg daar. Het gaat je leven kosten. Oké, ik ga ervan schiet op. Ja. Maak dat je wegkomt. Wow, wat is dat? Oh my god. Oké, ik moet echt weg hier. Oké, we zijn dus nu beneden. En wat? Wat de hel is er gebeurd? Oh, we moeten heel gauw weg hier. Oh my god, ik hoor mijn waarschuwingsschoten. Nee. Oké, go. Ze mogen me niet zien. Ze mogen me niet aanhouden. Ze mogen me echt niet aanhouden, want ik ben echt een sjaak, man. Oh, ik moet proberen te sluipen. Oké, go. Ik ga gelijk weg. Ik ga gelijk weg hier. Zo. Oké, ik denk dat het verstandig is om helemaal naar buiten te zwemmen. Oh my god. Oké, plan A heeft nog niet gewerkt. En die gaan me echt weer mijn adem kosten. Mensen, ik zie jullie weer buiten. Oké. Oh, we zijn weer bijna buiten. Oké, top. En ik hoop dat mijn boot nog staat. Hoe laat is het al ondertussen? Ik zweer het, hier hebben we echt lang over gedaan. Even naar boven. Oké, daar is de boot, hè. Oké, we moeten proberen in de koffer te blijven. Mijn adem is al buiten adem. Oké, gelukkig, we hebben het gered. Oh my god. Maar in ieder geval hebben we wel weer een sluiproute om naar binnen te gaan bij Human Lab. Maar mijn vader die gaat echt in shock zijn als hij het weet. Ik denk dat het verstandig idee is om even naar papa te gaan, man. Oh my god. Oké, hey zoon, hoe gaat het? Kom naar mijn werkplek. Kijk, ik heb een bericht van mijn vader. Ja, het gaat goed met mij gelukkig. Dus ja, tenminste, eigenlijk niet helemaal. Maar ik heb afgesproken om even naar zijn werkplek te gaan. Dus laten we het even doen. Maar eerst even al die hoge golven overleven natuurlijk. Eén ding is wel zeker, want de zee is echt woest op dit moment. Kijk maar, het is even helemaal gek doen. Oeh, auw. Oké, dat is niet de bedoeling. Zo, hoppakee. Nou, welkom in Los Angeles, man. Dat is vlak bij Miami, dat weet ik wel. Maar goed, Of ja, bij Miami, wat zeg ik nou? Dat is vlak bij Mexico. Ik zeg het maar verkeerd. Ouch. Zo, nou, die boot is in ieder geval weer op land. Dat is top. En ik pak weer de motor en ik ga naar mijn papa toe. En voor de duidelijkheid van de mensen vragen waar mijn vader werkt. Hij werkt bij de slager. Dus ja, hij is helemaal slager. Dus ja, maar vooral vlees voor ons. Dat wij ook iedere dag een lekker hapje vlees op ons bord hebben. Maar het is niet heel belangrijk nu. Ik denk dat het belangrijker is dan nu bij mijn vader uitkomen. Dus mensen, wij geven veel gas. En dan zie ik jullie weer bij de werkplek. Nou, we zijn in ieder geval weer bijna bij de werkplek van papa aangekomen. Jezus, man, het miste vandaag buiten. My god. Oh. Oké, dus waar is mijn vader? Hij werkt daar, dacht ik. Ik heb in de fabriek. Ja, hier. Hier kunnen binnen als goeds ergens. Yes. Oké, dan gaan we naar binnen toe. Alright. Hey pa, waar ben je? Pa? Pa? Ja? Oh, waar ben je dan? Zo, ik ben hier. Oké, pa. Oh, je bent daar nog in het begin. Wacht, ik heb helemaal niet gezien. Even kijken. Het westen, hè? Pa, waar ben je dan? Oh, daar ja, ben je. Hey. Zo, ik ben hier. Hey pa. Hi. Hey. Sorry, zo. Even mijn handen wassen, want ik zit een beetje onder het vlees. Ah joh, snap ik. Is goed. Nou, dit is mijn werkplek. Maar hier was je volgens mij het ook al geweest, volgens mij. Ja, heel lang geleden. Ik weet het nog. Ja. Nou, kom. Voor mij dan gaan we even naar het kantoor. Ja. Dat gaan we natuurlijk even bespreken met z'n tweeën. Onder vier ogen en hoef de rest tot niet te weten. Nee, dat begrijp ik. Ik bedoel, je moet gewoon lekker aan het werk. Ja, daarom. Zo. Nou, dit is het kantoortje. Ja, is goed. Dan gaan we naar binnen gaan. Oké. Nou, ik heb jou een bericht gestuurd. Van, weet je verder nog iets over oma of niet? Ik ben op de hoogte. En het is, het ziet er niet best uit. Ze leeft nog wel. Dat wel. Dat is wel goed. Maar het slechte nieuws is dat hij heeft samenwerkt met Winnie de Poe en Knorretje. Dat klinkt heel dom en heel raar. Ik weet het. Maar ze zit bij de Human Lab. En oma zit daar gewoon gekidnapt. Oké, maar hoe is het met mijn moeder? Of weet je dat verder niet? Ik weet het niet. Ik wilde heel graag achterkomen. Ik probeerde net ook al binnen te gaan via het lab, maar ik werd dan door een, geheime agent. Maar ja? al geïnformeerd van, doe het nou niet, het is gevaarlijk. Oh, de Human Lab. Ja, er is een manier dat je naar binnen kan. Via een duikboot, dan kun je via de onderkant. Pa, probeer rustig te blijven. Papa, doe rustig. Hé, pa! Klaar mee! Ik snap het. Pa, doe rustig. Kom, doe even rustig. Ze leeft nog. Je moet dat bevrijden. Ik kan niet geloven dat mijn moeder daar is. Ik snap het, pa. Maar kom, we moeten even een oplossing bedenken. We kunnen gewoon naar het lab gaan. Gaat alles goed daar? Ja, toch. Ga maar verder. Ja, het gaat goed. Sorry, de lader. Ja, ik heb een idee. Ik snap, pa, luister, ik heb een idee. We hebben hier toch labjassen liggen? Ja. Laat die gewoon aandoen en naar het lab gaan ermee. Vermond, bedoel je? Ja. Ja, er is geen andere keuze natuurlijk. Ja, dus laten we dat doen. Ja, is goed, dan doen we dat even. Is goed, kom, pa? Ja. Oké, waar liggen die jassen? Jij weet dat wel. De jassen die liggen hier in de plaat. Oh, die liggen hier achter. Oh, super. Ja. Er zit alleen high voltjes, maar ja, dat is een geheime plek, hè? Ja, is dat al jaren zo'n... Hier heb je jas? Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Oké. Nou, laten we gaan. Ja, heel snel. Oké, pak kom. We gaan met de motor weer, hè? Ja, nou, dat is goed zo. We kunnen in ieder geval via de voordeur, want ik was toen net via het water gegaan. Dat was niet echt handig. Via de riolering. Ja, het is water? Ja, je kunt via de onderkant naar binnen, zeg maar. Je kunt via de riolering naar binnen, maar blijf wordt ook best wel beveiligd. Oh, je bent ook echt zo eigenwijs, Delano. Weet je hoe gevaarlijk dat is? Die tunnel is 30 meter lang. Ja, dat overleeft toch niet met je adem? Ik heb het net overleefd, ik zweer het je. Dat had niet langer moeten duren. Doe dat nooit meer, Delano. Daar heb je echt, je hebt echt zo'n helm voor nodig. Dan een masker.
Maar weet je, mensen, wij zien jullie weer bij Human Lab. Hé, hey, pa, daar is de bus. Hé, maar die staat stil. Ja. Er zit ook niemand in. Kijk, hè. Hé, wacht, die kunnen we gewoon pakken, toch, pa? Ik heb een idee. Ja, wacht maar even, zo. Kan wel, kijk maar. Moet ik bij jou. Er zitten twee mensen in, trouwens. Boeien. Nou, je hebt ook sleutels, maar prima. Dus, ja. Kijk, misschien dat we met deze bus naar binnen kunnen komen. Dat we voor transport komen. Moet wel voorzichtig zijn, de bus mag niet beschadigd raken. Nee, ja, en die mensen die zorgen dat ze meewerken. Ja, daarom. Anders hou je even een wapen tegen de kop aan, ja? Laat me met rust! Hé, hey, je gaat gewoon meewerken. Ja, anders krijg je een wapen tegen je kop. Heb je dat begrepen? Ja, sorry, ik heb wel mee. Goed zo. Die werken mee, Delano. Ah, super. Oké. Nou, ik denk dat het verstandig is dat we naar het Human Lab dus gaan. Dus laten we dat doen. Nou, pa, kijk eens, we zijn er gewoon bijna. Ja, nou, dat was wel een lange rit, Delano. Ja. Wacht even. Moment. Misschien staat die agent daar nog. Kijk hoor. Of staat die daar niet meer? Kijk hoor. Ik zie geen agent. Nee. Maar misschien kunnen we zo binnenkomen. Hey. Ja. Als we tegenwoordig houden, dan iemand het gezien. Precies. Oké, dan gaan we benzine inzetten. Oh, gaat nog best wel makkelijk, toch? Ja, alleen we hebben geen labjas, hè, maar maakt niet uit, denk ik. Nee, kijk, volgens mij kan je hier gewoon ergens naar binnen rijden. Dan, kan dat? Gaat die open voor mij? Hoe goed? Nee. Ja. Dan gaan we gewoon open. Je bent verder ook gewoon bevoegd, dus ja. Top. Oké, nou, dan zet je de bus hier binnen, hè? Zo. Ja. Oké, dan moet je heel voorzichtig zijn. Ik denk dat we moeten gaan. Sst, hou je mond, mensen. Oké, daar gaan we. Hallo, is er iemand? Stop. Ik zie niemand. Nee, maar we zijn wel gehoord waarschijnlijk. Oh ja, nou proberen heel voorzichtig naar binnen te komen, ja? Ja, oké. Okay. Oké, okay, cool. Hou je wapen paraat. Ja, is goed. Laat dat doen, hè. Oké, pa. Kijk dan, staan overal bewakers. Sst, oké, doe me heel voorzichtig. Stop. Ja, die steek ik neer, ja? Ja. Oké, staat niemand bij het raam? Oké, nee, top. 3, 2, 1. Zo, hoppa. Top, lekker. Goed bezig, zoon. Trots op je. Staat er iemand? Staat er iemand? Nee, hier niet. Ook hier niet. Ook niet. Okay, voorzichtig. Ja, daar eentje. Oké, okay, heel voorzichtig. Pakken? Pak ja, jij hem? Doe jij maar. Pa, kom maar. Oké, okay, 3, 2, 1. Doe maar. Hey. Zo. Hoppa. Ligt goed zo. Moet wel voorzichtig zijn. Hier ook door de deur. Oké, doe voorzichtig aan. Ja. Oké, okay. En? Is er iemand? Ik zie van hem. Ja, daar. Oh, daar. Die doe ik. Oké, pak. Oké. Okay. Knock, knock. Helemaal leuk dit. Slapen, hoppakee. Yes. Oké, okay, hier ook even voorzichtig zijn. Oké. Okay. Ah, daar is er weer eentje. Ook voorzichtig. Zachtjes. Iets voor jou, Delano. Ja, ik vind het leuk om ze even af te maken. Sorry, Swat, maar... Hello, girl. Zo. Lekker slaaptabletje nemen. En oké, okay, hier is het laatste. Voor mij is het het laatste, ja? Pa, kom. Oké, okay, op het moment dat ik die laatste agent neersteek, dat is daar zo. Oké, okay, pa, doe jij het? Ja, oh, ik zie hem staan. Ja, ja. Oké, okay, doe maar. 3, 2, 1, go. Hey! Koek, koek. Oké, pa, goed bezig. We hebben het in ieder geval mooi gepakt. Deze liggen allemaal gelukkig neer. Help! Oh my god, dat is oma!